Wat een viswijf. Wat een vervelend kutkind. Je bent 15. Het dus. Ik snap er geen zak van. Nee, ik ook niet hoor. Weet jij wie Adriaan Koerbach is? Nee, dat weet ik niet. Nee. Nee. Wie? Wie? Nee. Nee. Nee, ook niet. Nee. Adriaan Koerbach. Nee, dat ken ik niet. Waarschuwing, deze content bevat een zeer hoge cringe factor. Ja, dankjewel. Goedenavond. Welkom bij Zondag met Koerbach. Dankjewel. Ja, stop maar. Ja, het is toch wat, hè? Zegt de Europese Unie. Ja, de klok moet een uur vooruit. En zegt de Benelux. Nee, de klok moet een uur achteruit. En nu zitten we verdomme vast in de 17e eeuw. Afijn, het is nu dus zondag 17 november 1668. En dit is een geheime uitzending. En als jullie deze uitzendingen op welke miraculeuze wijze dan ook kunnen zien, dan betekent dat ik verraden ben en gevangen ben genomen door de kerk en de staat. Nou, wat is er gebeurd? Ik ga het je haver uitleggen. De kerk en de staat, die toch al veel te veel over ons te zeggen hebben, worden geleid door een heel stel slimme mensen. Die de hele dag door alleen maar praten over hoe verschrikkelijk slim ze wel niet zijn. En daardoor de hele dag in hun eigen gelijk blijven hangen. Nee, jij hebt gelijk. Nee, jij hebt gelijk. Nee, ja, ik heb ook gelijk. Nee, dankjewel. Ja, nee, jij hebt gelijk. Nee, ik heb gelijk. Ja, jij hebt gelijk. Oh, bleh. Maar het enige wat ze doen is alleen maar moeilijke woorden in het Latijn opboeren, waar de normale boer geen reet meer van snapt. En door die moeilijke woorden denken die boeren, nou, dat klinkt zo moeilijk, het zal wel de waarheid zijn. Waar in de toekomst heb je dat nog wel meer gezien? Juist, ja. Dus ik dacht bij mezelf, ik ga gewoon zelf een woordenboek maken, zodat iedere boerenlul ook daadwerkelijk weet wat die elite daar over ons te vertellen heeft. Kijk, uiteindelijk zegt de kerk en de staat dat zij het beste met ons voor hebben. Maar ze lachen ons gewoon vierkant uit. We zijn maar uitschot, oftewel het klootjesvolk van de maatschappij. Ja, precies, applaudisseer maar. Kom maar, yes. Ja, stop. Nou, ik heb dus een woordenboekje anoniem proberen uit te brengen ergens bij een drukker in het midden van het land, in Utrecht daar zo. En wat denk je nou? Die Utrechters zijn niet ontzettend hondsbrutaal, maar ook super onbetrouwbaar. Want die drukker vond mijn tekst zo chockerend dat die vieze glibber mij heeft aangegeven bij de autoriteiten. Want het enige wat ik wilde zeggen is dat die Bijbel slechts door mensen gemaakt is. Iedereen kan zo'n boekje wel maken. En dat mag dus niet gezegd worden in deze tijd. Het lijkt die verdomme de Katwijk van 2019 wel. Ja, precies. Ja, hè. Ja. Wie de fuck is Koerbach? Nou, Pauline, dat ga ik jou vertellen. Adriaan Koerbach was een van de meest vooruitstrevende mensen uit de 17e eeuw. Hij kwam uit een welgestelde familie en groeide op in Amsterdam. Op school leerde hij Latijn, waarna hij medicijnen en recht is gaan studeren. Hij was dus een intelligente, welvarende man. Adriaan leefde in een tijd dat de mensen de waarheid van de kerk en de overheid accepteerden. Ze konden ook niet anders, want er was geen andere informatie beschikbaar wat de mensen konden lezen. Alles werd in die tijd namelijk in het Latijns geschreven. Ferrat, erbam, deum. Et, deus. Ik snap er geen zak van. Nee, ik ook niet hoor. Het zal vast wel de waarheid zijn. Doe me maar mee. Persiomau. In zijn studietijd ontmoette hij veel wijze elite mensen. Waaronder waarschijnlijk de welbekende filosoof Spinoza. Adriaantje! Dit waren allemaal slimme mannen die net als Koerbach het niet altijd eens waren met de zogenaamde waarheid van de kerk en de staat. Hij vond dat de mensen vooral zelf moesten nadenken en de wetenschap als betrouwbare informatiebron moesten gebruiken. Adriaan vond ook dat iedere Nederlander toegang moest hebben tot kennis en informatie. Wat zeker niet het geval was in die tijd. Dit is ook waarom hij een woordenboek in het Nederlands heeft geschreven. In dat boek legde hij termen van de Bijbel uit en versimpelde deze. Hij liet zien dat de begrippen uit de Bijbel helemaal niet zoveel voorstelden als dat de kerk de mensen deed geloven. Dit was in die tijd echt nat dan, maar moedig was het zeker. Adriaan vluchtte daarom naar Culemborg om de autoriteiten te ontlopen. Koerbach liep zo'n groot risico door zijn mening te uiten. Hij dacht dus erg goed na over wat hij wilde zeggen en gebruikte de wetenschap en zijn verstand. Tegenwoordig uit iedereen zijn mening en vooral op social media.
Je zal vast gemerkt hebben dat mensen vaak niet eens nadenken over wat ze zeggen. Dus Pauline, ga jij maar eens de straat op. En vraag de mensen hoe goed zij nadenken voordat ze iets zeggen op social media. Denk jij wel eens na voordat je iets zegt op social media? Ja, zeker weten. Dat doe ik zeker, ja. Ik ga niet zomaar domme dingen op internet zetten. In plaats van denk eerst goed over na. Ja, voordat ik reageer bedoel je? Ja. Vaak denk ik er gewoon over na of het wel verstandig is wat ik online zet. Want dat blijft er eigenlijk voor altijd staan natuurlijk. Ja, op zich wel redelijk, ja. Hoe lang? I would say like 20 minutes, I would say, yeah. Maar hoe denken jullie daar dan over na? Ik heb geen idee. Ik wil ook echt niet weten. Ik schat mensen niet uit op social media. Dat is zielig. Want ik ben laatst aan het bedenken dat ik eigenlijk overal wil reageren. Want je denkt overal wel ergens iets bij. Dus nu ben ik eigenlijk bij elke post aan het nadenken van, oh, wat kan ik hiervan zeggen? En dan ben ik wel dat gewoon positief iets te zeggen, want dan maak je iemand zacht weer leuker. Dus nu, denk ik ook misschien 30 seconden voordat ik denk van, oké, ik ga reageren. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of er nog rare reacties zijn op video's van Podcast. Jeff! Ja? Kom! Gaat het viswijf? Nou. Potje? Ja, ik wil even een paar vragen stellen. Je noemt me meteen viswijf. Waar gaat dit nou weer over? Ja, dat zeiden ze in de comments op Facebook. Al die Facebook-moeders altijd. Ja. Wat is je vraag eigenlijk? Ja, zijn er nog wel eens rare reacties geplaatst onder dingen van Podcast? Nou, sinds wij op YouTube zitten is het eigenlijk heel erg wel braaf eigenlijk. Alleen toen wij een Zwarte Piet of hadden, dan waren wat reacties, maar niet heel hatelijk. Het bijzondere is wel dat op Facebook is natuurlijk de leeftijd wat ouder. Hè? Dan verwacht je natuurlijk van oudere mensen, slimmere reacties of gewoon wijzere reacties waarover nagedacht is. Yeah. Maar niets minder waar, op Facebook is het echt ellende. Er was een item, jouw eerste item, weet je nog? Oh nee, daar wil ik het niet meer over hebben. Ja, sorry. Maar jouw eerste item... Op YouTube ging het best wel oké. Ja, mensen hebben gewoon leuk gereageerd en dat waren allemaal jongeren. En toen kwamen echt alle Facebook. En nu komen volwassenen op Facebook, want we zitten ook op Facebook voor mensen die niet weten. En dan krijg je dit. Wat een vreselijk mens. Probeer die gast. Blablabla. Wat een viswijf. Wat een vervelend kutkind. Je bent 15. 16. Toen was je 15? Ja, toen was ik 15. Hoe kunnen volwassen mensen nou dit nou zeggen in het openbaar over een meisje van 15? Dat je een viswijf bent, een kutkind bent. Je bent een Katwijkse Marije Boer, was wie was nou? Emma Wortelboer. Ja, dat is wel, kan een compliment zijn. Leuke meid. Ja. Ja, maar ik bedoel, ik snap het ook niet helemaal, want ik zou gewoon de kleindochter van die mensen kunnen zijn, of dochter. Ja, dus Facebook is momenteel echt wel veel heftiger bij ons, bij Podcast. Dat klopt. Heb je meer vragen? Nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het met Koerbach is afgelopen. Dat ga ik jou vertellen. Ondanks dat de autoriteiten achter Adriaan aanzaten, ontmoedigde dat hem niet om door te gaan met zijn werk. In Culemborg maakte hij zijn derde boek af. Hij zegt hierin dat de mensen vooral de wetenschap moeten gebruiken om tot een conclusie te komen en dat God en de Heilige Drie-eenheid niet eens bestaat. Hij liet het drukken bij een drukker in Utrecht. De drukker schrok zo van die teksten die Koerbach had geschreven dat hij het aangaf bij de autoriteiten. Hij werd daarom opgepakt en moest straf uitzitten. Een jaar later overleed hij. Nou jongens, ik sta hier naast Barend Tense en Barend die heeft naast politicologie ook nog wat anders gestudeerd en dat is? Filosofie. Filosofie gaat namelijk over een bepaald mensbeeld van hoe je naar de wereld kijkt. Het is eigenlijk denken over denken. Nou, en daar heb ik heel veel aan. En filosofeer jij zelf eigenlijk wel vaak? Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Filosoferen is eigenlijk kijken of je wat onderliggende structuur, dat klinkt natuurlijk heel moeilijk, maar wat dieper nadenken. Dus niet alleen denken, maar ook overdenken. Dus vandaar denken, overdenken. Koerbach en Spinoza gingen uit van de natuurwetten, dus dat alles een oorzaak heeft. Dus elk gevolg heeft een oorzaak. Nou, zo kun je ook naar social media kijken. Stel je plaatst, je bent helemaal trots, je hebt een mooie selfie gemaakt, mooie belichting, mooie hoek. Nou, je plaatst hem op Insta of Facebook, helemaal blij. Eerste reactie is, nou, wat sta je er lelijk op? Ja, dan is het natuurlijk logisch om te denken van, wat jammer. Of het is zelfs logisch om verdrietig te zijn. Je zou ook kunnen nadenken van, dit heeft ook gewoon een oorzaak. Misschien heeft diegene die dit nu zegt tegen mij wel een slechte dag gehad. Misschien is hij onzeker, misschien zelfs jaloers. Nou, dat stelt je eigenlijk in staat om misschien zelfs vriendelijk te reageren of in ieder geval rustig te blijven. Denk en zint eer je begint, zeg je dan in oud-Nederlands. Daarom heb ik de oplossing voor jullie. Iedereen zou een boekje mogen kunnen schrijven.
iedereen zou kunnen mogen zeggen wat hij of zij wil. En omdat het niet belangrijk is wie wat zegt, maar wat diegene zegt, zou iedereen zonder angst voor vervolging of imagoschade zichzelf moeten kunnen verhullen achter een alter ego. Daarom moeten wij niet meer afhankelijk zijn van onbetrouwbare drukkers uit Utrecht of de verraderlijkste Katwijkse dominees die je maar zonder pardon zomaar in de gevang kunnen laten sodemieteren. Nee. Moet het anders hebben. Let op. Vuilsprekers aller landen, verenigt u, want wij van Zondag met Coerbach hebben de oplossing om jouw waarheid wereldkundig te maken. Zonder imagoschade te kunnen leiden. En let op, daar komt ie. Gaan tromgeroffel. Ja, met z'n allen. Oh, ja, precies. Komt ie. Nee, natuurlijk. Oh, even lachen, natuurlijk, ja. Nee. Nee, het zal schijn nog denken dat ik een bank ga overvallen. Nee. Ja. Kijk, hier is het. Dit is het. En jij mag hier je stront op verspreiden. En jij mag hier je eigen waarheid verkondigen. En jij mag eigenhandig tellen hoeveel vluchtelingen hier wel niet naar binnen komen. En wat ze hier allemaal komen uitvreten van onze belastingcenten. Ja, het is voor jou. En ik heb nog meer, let maar op. Kijk, wat is dit? Meneer Schreuder bent u, hè? Ja, nee, Adrien Coerbach. Nee. Meneer Adrien Coerbach, dacht tenminste na wat hij zei. Dat doe nee, je niet. Dat doe ik ook. Meester. Ik ben Adrien Coerbach een Facebook ontwikkeld. Ga dat gestikt. Ik kom aan 1633. Nee, we gaan dat gestikt. Oh, nee, ik ga dat gestikt. Adrien Coerbach werd veroordeeld omdat hij iets zei wat de kerk en de staat niet aansloot, terwijl er wel een kern van waarheid in zat. Tegenwoordig roepen wij maar alles, terwijl het vaak niet eens klopt wat we zeggen. Krom of niet? Of hebben wij het mis? Denk jij nog wel eens na over wat je zegt, hoe je het zegt en of je een ander hiermee raakt? Laat het weten in de comments. En vergeet niet te abonneren. Ik ben klaar met dit kanaal. Oh, dat was hard. Alles op basis van feiten, ja? Ja, en? En er was nog meer. Ervaritum sectrium lucam. Im kipitam. Oké, nog een keer. Ja, meneer Schreuder zei alles op basis van feiten. Wie? Coerbach, ja? En? Dat na wat hij zei. Inculum. Inculum. Nog één keer. Goed. Dus we hebben niet schreven. Meneer Coerbach zei alles op basis van feiten. Ja. En die had geen eigen mening. En dat. Geen eigen mening. En die dacht na wat hij zei. Adriaantje. Harder, joh! Adriaantje! Kijk, hier is de camera. Oh, kijk mij maar aan. Harder, ik ben Adriaan Coerbach! Nee, ik ben me niet gegeven. Meneer Coerbach dacht, zij alles op basis van feiten. Ja? Oh ja? Nog één keer. Niet lachen. Ik van jou, jongens. Adriaantje! Iets langer op het einde. Die Adriaantje! Al die haren zitten in mijn bek. Zeg gewoon Adriaantje! Ja? En? En die had tenminste geen eigen mening. Die had wel een mening! Oh, jij had wel een mening. Had hij wel een mening? Ja, hij dacht na wat hij zei. Oh ja, dacht na wat... Het is gewoon te veel, gast. Oké, we houden het anders.